Yo, kijkers van NL Trucker, van harte welkom bij een gloednieuwe livestream. Mijn naam is Solomon Software NL Trucker en vandaag gaan we Euro Truck Simulator 2 multiplayer spelen. Geen promos, maar de gewone map. Ik zei het bijna. We zitten vandaag in Simulation 1. Ik ben vandaag samen met niemand minder dan Kian. Yo. Nou, Kian, ik had meer iets een enthousiaster... Yo. En we zijn vandaag samen met Ruben M. Het klinkt erbij als een crimineel, maar dat is hij niet. En vandaag zijn we samen met Thijs. Ja, hallo. Thijs is er voor de gezelligheid. Die wil helaas niet meerijden, maar hij is wel voor de gezelligheid, dus dat is ook goed. Als jullie denken, waar is hij? Hij is niet gebald. Nee, hij is niet gebald. Er is een nieuwe uitbreiding gekomen, hè, dames en heren. De West-Balkans. Heb ik nou zojuist een TikTok gemaakt en heb ik... Ik doe tegenwoordig ook een TikTok in mijn story zetten dat we live zijn. Maar volgens mij heb ik gezegd dat hij het DLC de Baltic Sea heet. Maar... We gaan way back in the time. Ja. Dat moet ik even zien. dat horen ze echt niet. Dat horen ze niet, die mensen. Die denken gewoon, hij is live. Nou, hij is live en dan zijn ze al weg. Ja, daarom. Even kijken hoor. You have been kicked. Je bent een ongelofelijke mooie vrouw. Waarom ben ik gekickt? Omdat je AFK was. Ja. Ja, dat vind ik vervelend. Dames en heren in de chat. Going is... Nee. De West-Balkans DLC. Hij is uit. En wilde gisteravond om 1:00 live gaan. Het was... een beetje aan de late kant, maar ik denk we gaan nog even live. Ik kon niet met een LZV vliegen, camera, flycam, kwam ik niet in die mooie nieuwe DLC terecht. Als ik multiplayer opstartte, zei hij van je moet een nieuwe stad aanklikken, snel reizen, want het gaat allemaal fout. En kon ik weer niet met de LZV er komen, dus ik ben vanmiddag speciaal buiten de stream om, ben ik helemaal vanaf München, waar je met een LZV kon rijden, ben ik helemaal naar beneden gereden. Naar die DLC in. Uiteindelijk in Rijeka terechtgekomen. Ik denk, daar is een garage. Kunnen we daar met z'n allen starten. Dus voor de mensen die met een LZV willen rijden. Ja, je moet vanaf München gaan rijden. Of vanaf waar dan ook. In Duitsland. Je kan ook vanaf Oslo gaan rijden. Is iets verder. Maar we konden dus niet... voor de mensen die denken, waar is de game? Ja, hij is aan het opstarten. Want ik was gekickt. Ja. Waar is Jorrit? Wij denken dat Jorrit aanvoldienst heeft en de dame dus niet is. Maar we hebben zijn Snapchat locatie. We zijn hem even aan het stalken. Hij was 1 uur geleden op zijn werk. Dus wij vrezen dat hij aanvoldienst heeft. Anders was Jorrit er wel geweest. Helaas, ja. Het was niet helaas dat hij er al geweest was. Dat was goed geweest, maar het is helaas dat hij er niet is. Ja, nou ja, van allebei de kanten, hè? Van allebei de kanten is het vervelend. Wat? Oké. Ja. Mooi, Jannik. ja. Dan leg ik er nog een keer uit. Oké. Way back. Way back. Oké. Ja, Even weg. Ja, dat kan niet, omdat het klote hartje er staat. Oh, typ F7, wat dan? F. Alles goed, Thomas? Zeker weten, ook hier. Oh, kut. Oh, shit. Wat doe je? Oh. Sorry, Marvin, de raadjes. Je hebt een klein beetje een time-outje gekregen. Dat ging per ongeluk. Oh, morgen, Ruben. Mooi. Waar is je LZV dan, jongen? Hey. Ja. Ik ga niet. Waar is je LZV dan? Hey. Ja, die is er vandaag niet. Moet ik dan... wat ben jij allemaal aan het doen, joh? Hey. Oh, je ligt aan, lul. Oh, ik ben dus niet de enige die weer de voorkant wit heeft ineens. Wat? Nee, dat is vet raar. Dat heb ik ook hier, ja. Dat is ineens wit. Zal ik anders ook gewoon een trailer pakken? Ik zal straks kijken, promos. Misschien werkt het dan, is het dan gewoon normaal, maar... Ik weet niet. Ik blijf nu eerst even, want die wegen die moeten best smal zijn in het zuiden, maar we blijven... Ik ga het eerst even proberen met een LZV, als dat echt niet meer wil. Wat ik heb gelezen, richting Albanië worden best wel smal. Ja. Oh. Ja, nee, we gaan het zien, jongen, weet je. Daarom. Dat is nog wel een stukje rijden. No stress. Ja, daarom, weet je wel.
Goedenavond Thomas, hallo, leuk dat je bent. Hoe krijg je gekleurde boelbar? Yes. Kun je een beetje vooruit komen, Ruben? Dat we een beetje dicht bij elkaar staan. Abdullah Sayed, dankjewel voor jouw 1 euro superchat. Dit is de eerste superchat in een livestream. Dat gaan we vieren. Oh, is jouw eerste superchat. Nou, dan doen we zo meteen even kaart zingen voor jou als hij in beeld komt. Want dat is altijd een beetje vertraging met de... Sorry, nou dat ik kal werd. Kun je nou hier zo vanaf de camera zo hier op dit stukje zo op mijn hoofd kijken? Ja, dat zal ik verkeerd zien. Ja, ik moet even een fotootje maken voor Insta. Dus als je zo blijft staan, Ruben, dan is het prima. Prima. Net op tijd. Wie is dat? Ja, die Wouter had. Oh. Even kijken hoor. Ik zet even voor de mensen die me nog niet volgen op Instagram, Snapchat, ThomasXRSNLT. De Discord link staat in de beschrijving. Kunnen jullie ook allemaal gratis en voor niets joinen. Live op YouTube. Met de nieuwe map. Alpok Dennis, dank je. Hoe kan je doneren? Linkje in de beschrijving. Ja. Dat kan inderdaad. Ben je ouder dan 18? Ja? Ja, gehaktbal. Abdullah, dankjewel voor jou 1 euro. Zegt hij ook wat? Nee. Oh. Nou, Abdullah 3057. In de description staat een linkje. Als je dat volgt en even wat leuks erbij typt, komt je naam in de stream. En dat wil je. Geloof mij. We zijn je dan dankbaar. En je support stream. Shoutout. Nice. Hallo Martin. Waarom wat? Is het nou heel flauw om te zeggen patat? Ja, ja, dat is alleen, mag alleen Jorrit zeggen. Shoutout Jorrit. Shoutout naar Jorrit. Shoutout Jorrit SO, SO neef. Op YouTube. Even kijken, waarom gaan we toetsenbord steeds op Engels met de nieuwe... Tijd is zo rustig geworden. Wie is Olive hier? Oh, is dat die, is die Belg. Oh, nou. De Belg, hè? Olivia! Heb jij geliked? Stap plakken toe. Ik ben benieuwd dat de mensen op TikTok mijn fout gaan horen. Fout. Oh ja, dat klopt ook, Thomas. Ja, je hebt van die secret routes hier. Secret. Waarschijnlijk heb je zeker mijn reacties verwijderd. Waar? Nergens. Hè, ik wat? Ik... Oh, wow, wacht! Heb jij wat op TikTok gezet? Ik heb niet op... Nee, ik heb geen meldingen van TikTok, dus ik heb geen idee of je wat gereageerd hebt. Maar ik zal even kijken. Oh ja, nu zie ik het. Thomas, vind je reactie leuk? Ik zal het even ondertussen. Oh! Nee, Thomas vindt mijn reactie leuk! Ik denk dat we een probleem hebben met tab. Maar zelf dingen zijn maar. Wat dan? Je kan dit dorpje in gaan vullen. Nee, Ruben, dan moet je even een rondje rijden, want dan heeft de game nog niet geselecteerd dat jij dingen hebt. Ja, jongen, zit jij mij nou weer bang te maken, joh, Ruben? Man, hé. Ik zit hier in de stress, ik denk, Of we moeten dadelijk even het dingen van Thomas kopiëren. Oké. Okay. Nice. Het lijkt mij een leuk idee dat we gewoon een beetje alle dorpjes bij langs gaan. Er zijn leuke dorpjes. Oprecht. Ja. Ik weet alleen geen namen meer. Ik pak even een ritje naar Mostar. Nee, ik denk dat we hier langs rijden. Ik pak een ritje naar Nixik. Nixik pak een ritje heen. Dan gaan we even langs Split en zo wel. Even kijken hoor. Nick.
Nick Sek in Montenegro. Naar de Aluxion. En vanaf hier gaan we vanaf de A3K. We gaan even allemaal die nieuwe bedrijven bekijken. Want ik vind het een beetje, weet je wel, die anderen kennen we allemaal wel, weet je wel. Dus we gaan vanaf Rijeka, Kroatië, van de A3K naar Niksik en Montenegro. Negro is het waarschijnlijk. En naar de Aluxion. Ja. Oh, je hebt je job, denk ik. Wie zit daar een screenshot te maken? Nee, ik maak geen screenshot. Oh, je maakt foto? Foto. Driving home for Christmas. Welk bedrijf wil je gaan rijden, Thomas? Besef hè, nog één maand, dan is het gewoon kerst. Weet je hoe tering snel de tijd gaat? Ja, de tijd vliegt voorbij dit jaar, dat is bizar. We gaan van A3K, vanaf A3K, even kijken waar dat is. Dat is bij de containerpoort. Nou, dat is niet zo heel, dat is niet zo ramp. Dan gaan we daar even naartoe. Zo. Naar Split of... Ja, nee, we gaan naar Niksik. N-I-K, dan zie je hem wel. Yes. En dan naar het bedrijf Aluxion. Zo. Maar ik moet het bedrijf... Oh, je gaat naar Containerport? Ja, daar moet ik het... Ja, dan moet ik het... Wat is daarmee? Nou, in deze DLC zijn die containerporten mokergroot. Maar het parkeren... Ja? Succes met je LZ2. Ja. Oh. Nou, jongens, ik hoor dat we een uitdaging hebben zo meteen. Yeah. Maar het wordt wel donker. Het is 8 uur 's avonds. Dat is zo jammer. Maar ja, ik hoop dat als we dan een beetje het zuiden zijn van de DLC straks, dat het weer licht is. Dat zou ons goed kunnen. Hopelijk wel, want anders heb je daar echt niks te zien. Nee. Nee, we doen gewoon rustig aan. We doen gewoon een beetje ontreuzelen. Zo. Hallo mensen in chat. Shout-out naar de Grunningers. Grunniger is het. Grunninger. Nog verkeerd zeggen ook. Ja, ik ben een Grunninger. Dat klinkt niet hè, Ruben? Nee. Het is hier echt niet gemaakt voor... Oh, voor Elsa's feest. Net hier, ik zat, vanmiddag zat ik even te rijden. Allemaal rotondes ook. Het is allemaal zo ontiegelijk krap. Oeh. Mooi. Hoe was dat? Ja, kijk hoor. Gaat goed. Zo. Oh. Wat een bochtenwerk. Een bochtenwerk? Ja, dit nu de hele live horen. Ja? De hele live. Allee, dat is toch je leuk, hè? Zijn ze al eens van plan om er bakwagens in te... Het is SCS, natuurlijk niet. Ik moet nog even wennen aan de ABS, jongens, aan het nieuwe remmen, want... ik klap even gigantisch op de vangrail. Sorry. Ik zal even mijn sleepas naar beneden. Zullen we daar even wat drinken, denk ik? Zo. Even mijn sleepas aan de grond. Dan slipt hij iets minder. Voor drie dubbeltjes. Zijn jullie net live? We zijn net begonnen, ja. Ja. We zijn net, net van start. Ik ga terug naar start. Zo. Ik ga nou weer de eerste vracht ophalen. Bij Rijeka. Bij de containerpoort. En ik hoor net dat het allemaal heel krap is, dus ik ben benieuwd. Spannend. Waar zijn jullie, Ruben en Kian? Ik rij achter Kian. We gaan net de tunnel om. Kian? In. Kian. Nou, we zijn vol gas, linkerbaan. Ja, daarom. Knallen. Dat is realistisch, je gaat vol gas rijden. Ja, volle gas. Cool gas. Volle poelen. Ja, maar ik moet niet bij de containerpost zijn. Ik moet bij Antrika zijn. Dat is een bedrijf die zit erbij. Oh. Je moet even helemaal een poortje laten opengaan. Wow, ik moet... Yep. Ja, hij liet mij even. Dat moet echt bij alles. Je moet een poortje hier open laten gaan, jongens. Maar even remmen hier ook. Oh, remmen. En je moet tanken. Je moet dat controleren. Ja. Ik denk al even wachten, nog maar. Ik
kijken hoor, waarom moet ik dat bedrijf in? Onrijk, ik heb een beetje lage FPS of zo. Ja, dat is bekend hierboven. Hier aan de Balkan. Oh, dat ligt. Ja, want ik denk steeds mijn computer wordt oud. Dat is ook geen misschien, maar. Het zou het kunnen zijn, maar je computer moet nu al deze dingen inladen. Hè? Ja. Ja. Kijk, waar moet ik parkeren? Je moet erin. Ja. Ja. Je moet daar naar links tussen die containers. Kan ik niet hier langs of zo kijken? Of zo? Oh nee, je moet daar gewoon. Nee, je kan er omrijden. Ja, beta. Ik dacht dat je daar zeg maar daarin moest, maar blijkbaar gunt de game jou. Ja. Zo, kijk eens. Huppata. Nou, het begint makkelijk vanavond. Het begint. Waar moet ik hem in? Weet ik niet. Jij moet wel op het midden. Nee, dat valt ook wel mee. Ik zit er gewoon achter van, maar. Ja, maar ik knal hem gewoon hier naar onder. Had ik ook idee. Kan ik hier niet langs? Waar? Nee, je kan wel waar je. Hoofd van zee. Ik kan gewoon daar. Nee, als je een klein stukje naar achter gaat. Nee, hier wel. Denk ik. Ik heb trouwens echt mega veel dealen volgens mij, dus ik weet echt totaal niet waar jij rijdt. Bij mij ga je nu. Nee, valt heel erg mee, valt heel erg mee. Oh, daar kan je wel gewoon langs, ja. Even kijken, Rijeka. En dan gaan we eventjes hier langs. Voor de mensen die meerijden en die graag zometeen voorop willen rijden. Je moet eventjes naar de stream kijken. Yes. Even gaan we hier in split even koekloeren. Gaan we door zo daarin? Ja. Ja, zo wordt de route. Ja, we gaan Zadar bekijken, we gaan split even bekijken. En dan rijden we. Ik vind dat Mostar ook wel leuk, want dan heb je ook van die controlekamertjes. Ja, maar ik wil graag eronder even langs de kust. Ah, zo. Ja, waar wil je langs eerst? Dus dat Mostar komen we een andere keer wel. Waar wil je eerst langs? Langs Zadar. Zadar, split. Maar, ja, jullie zeggen van, daar heb je al die landweggetjes ook, hè, waar we nu naartoe gaan. En het is daar natuurlijk donker straks waarschijnlijk. Ja, maar ja, je hebt door het hele gebied, zeg maar. Je kan best zijn, als we dadelijk in de plaats van alleen maar snelweg rijden, en je gaat binnendoor rijden, heb je allemaal rechts, links van die secretsroute wat niet op de map staan. Ja. Je hebt echt amper snelweg in deze DLC. Ja, dat is goud. We kunnen beginnen natuurlijk om de 8 pakken hier rechts. Wat? Dan heb je niet aangeklikt. Wil je de A6, A1 of wil je de 8 pakken? De 8. De 8. Ja, joh, we gaan dit gewoon rijden. We gaan het al even zien hier. Nou, volgens mij gaan we nu juist het stukje snelweg rijden, omdat Thomas langs de kust wilt. Ja, nou boeien. Nee, val wel mee hoor. Ah, nee, ik zie het. Het is nog best licht. Ja. Je hebt echt niet heel veel snelwegen. Ik heb echt al een paar uur in deze DLC gezeten. En ik denk dat ik echt maximaal 15 minuten bij elkaar op de snelweg heb gezeten. Ik ga wat drinken in schijn. Oh, ik sta hier alles te blokkeren. Blokkeren! Ik ga wat drinken in schijn, jongens. Dan kunnen we zo meteen in één keer door. Drink smakelijk. Drink smakelijk! Moet goed drinken, jongens. Zijn ze al eens van plan om een bank af? Nee, dat. Oh, dat. Is er nou nog steeds geen nieuwe reactie gekomen? Zijn er helemaal. Nee, is geen nieuwe reactie gekomen. Oh. Sorry. Er zit alweer een ongeduldige Frans achter ons, Thomas. Die vindt dat je in de weg staat. Echt? Ja. Doe even je knipperlicht uit. Je gevarenlampen. Hij kan er toch gewoon langs? Ja, maar hij begon op mij en op die achter het. Wat zei hij dan? Hij had het toeteren, et cetera. Toeteren. Nou, er is toch alle ruimte hier, hoor. Ja. Voor zover ik weet, sta ik niemand in de weg, toch? Ook zo 4x4. Ja. Wat lelijk. Je m'appelle, frikandel. We gaan lekker rijden, jawel, dames en heren, welkom. En zo, nou. On the road again. Ja.
En die Frans kan ook al niet rijden. Oh, we moesten hier links. Oh joh, ga gewoon over het gas heen. Ja, wel. Zo, huppatee. Ik rijd zo achter die man aan. Ga jij voorop, Ruben? Ja hoor, ik ga wel. Is goed hoor. Voorop. Goed hoor. Hey, hoezo kunnen we jou eerder open gaan? Of wie is dat ding voor mij? Die van mij gaat nu pas open op mijn scherm. Ja, links van mij was iemand of zo, heel raar. Nee, daar, dat was ik. Echt? Ja. Mooi aim. Hey Eddie, hoe is het, jongen? Wat wil je eerst even rijden tot iedereen kan aansluiten? Sluiten? Ga maar gewoon even 90 rijden om aan te sluiten. Waarom zit ik ook zo laag? Het zit wel heel laag. Ook op de bult ook niet op hier. Dat ga je heel vaak hier krijgen, Thomas. Er is heel veel berg op berg af. Ja, hè? Geloof me, download de Heli Brawl Map ETC. Geloof me, superleuke map en livestreamen. Geloof me, oké. Ik geloof jou, Abdullah. Maar we zitten nou eventjes in de nieuwe DLC, hè? In de nieuwe map van de West Balkans. Van SCS, dus gaan we eerst even bekijken. En dan, Kan wel even een kleine review geven erop. Oh. Ik ga even zo'n filmpje ervan kijken. Zo. Kijk, daarvoor gaan we kijken. Maar ik geef ook wel echt mijn eerlijke mening, hè, Abdulla? Of hoe heet je? Oh, hij van die heilbron, ja. Ja, maar dat kan er sowieso niet multiplayer, dus dat is sowieso al min 3. Ja, dan moet je via convoy gaan werken. Nee, via convoy inderdaad kan wel. Ja. Nou, ik moet eerst even 60 minuten wachten totdat mijn adblocker soort van geactiveerd is op YouTube. Struggle. Jezus, het duurt echt lang. Ja. Maar ja, hè, gelukkig kunnen we YouTube Premium kopen. Oh nee, tuurlijk niet, want we hebben geen Google Pay. Nee. we hebben echt pech. Dikke met de pech, sorry. Ja. Nou, wat bedoel je? Ik vind het nu echt wel een topspel. Map. Top map, bedoel ik, ja. Ja, ben je serieus of? De eerste 10 minuten van dit filmpje zie ik gewoon letterlijk niks. Oh. Oh mijn god, een politieauto. Oh my gosh. Wat een epische map. Wow. Nee, dit is. Wow. Dit haalt mij over. Echt, alsof ik naar Roblox zit te kijken. Wat zie ik? Oh. Even kijken. Kunnen we hier de 90, Ruben? Dat is er nog wel, ja. Oké, zeg jij op tijd als het niet meer kan, want dan moeten we naar afremmen, hè? Ja hoor. Ja, anders liggen we zo meteen op de kop. Wil je nog bij dat Halloween stoppen? Halloween poppetje? Ja, wat is dat? Dat tankstation. Dat is een nieuwe event. Ja, wat nee, dat gebeurt er niks. Tankstation. Ja, klopt. Wat betekent dat dan? Het is gewoon heel irritant op je map, maar het is niet heel boeiend. Ja. Nee, dat is het is gewoon... Oeh! Wat zal er gebeuren? Rotterdam kan rechtdoor. Niet helemaal, ik zat er wel. Oh. Nee, Grand Utopia kan ook niet via truckers en pay, Abdulla. Nee. Oh ja, ik zal nog even mijn echte eerlijke mening trouwens geven over het filmpje wat ik net heb gezien. Wat is er Wat kan nee, ik heb mijn verlichting uitgedrukt. Gedrukt! Ja, die moet je wel remmen. Ik had wel een reactie verwacht, Thijs, van jou over. Godverdomme. Hey, ik sta stil, hè. Nee, ik hou me in, ik hou me in. Oké, dat voor elkaar. Ja, ik denk dat mijn trainer erop wil rijden of zo. Oh mijn god. Ja, sorry man. Nou, ik heb op de linkerbaan rijden. Maar je wilt een bochtenwerk. Ja, ik denk dat je er 19 niet eens raakt. Nee, ik zou... Daar ben ik achter gekomen in de DLC. Heel leuk, maar je kan echt amper 90 rijden in bochten. Of nou ja, amper. Je kan gewoon wel. Geen 90 rijden. Ja, sommige stukken wel, niet heel veel. Ja, hè? Sommige, echt bijna niks. Nee, nee klopt. Nee, joh. Nou, ik red mijn kanten 80. Ik hoop dat ze dat een keer uitzetten, joh. Dat je gewoon alles uit kan zetten na het oude, zeg maar, met dat remmen. Je kan je ABS kan je uitzetten. Ja, dat wordt niet beter van. Kan je ABS en je tractiecontrole kan je ook gewoon uitzetten. Ja, maar daar wordt niet beter van. Nee, dat is nog kutter rijden. Ja. Ik heb het allebei uitstaan, dat valt echt wel mee.
Maar jullie kunnen gewoon niet rijden. Ik heb het ook uitgenodigd. Hij glijdt gewoon door, Thijs. Ja. Kijk hoe vrouwelijk je stuurt, man. Oké, sorry. Zou je wat mannelijker sturen? Zo'n echte man. Ja. Dat is echt een sigaret. Durf een sigaret opsteken. Nee, een vape. Tegenwoordig is het een vape. Oh ja. Sorry. Dan ben je niet cool. Dan ben je echt mannelijk. Yeah. Hi. Ja. Oh. You. You. Ik vape. You, ik vape, you. Yeah. What the fuck? Ik had 10.000 MS. Ja. Als je vaped en je ziet mij in het echt, kom naar me toe. Ik koop hem over voor 10 euro. Er is het origineel. Ja, nee, dat is niet ons idee geweest. Dus dat is niet leuk. Nee. Zoveel 10 euro hebben we ook niet. Dus dat wil ik niet. Ik had even 30.000 MS. Ja, oeh jongen, okay, dat is vervelend, hè? Ja, dat moet je wel niet willen. Nee. En waarom moet je daar XD bij zetten? Zeggen, typen. Heb je XD erbij gezegd? Goedenavond Patrick. Nee. Echt wel. Patrick Broons. Ja. Hoe is het? Yo, Jordi. Yo, Jordi. Jordi. Stille lachen. Oh, wat is het? Oh. Ja. Even kijken, want ik heb even gebeld. Mooi gebeld. Hey Patrick, dat is lang geleden. Hoe is het? Ah, kut, je moet remmen. Nou, wat is het? Nou, wist je nu mijn naam nog maar? Petra. Ja, vanaf leer ik Petra. Oh? Oké. Oh, oké. Okay. I'm coming up. Ja, wat heb ik vandaag gedaan? Nou, niet veel meer dan geslapen. Ik heb echt heel weinig gedaan, ja. Het is Ruben M. Ruben. Ja. Zullen we morgen naar de Mac gaan bij jou? Ik ben morgen vrij, dus dat kan wel, ja. Betaal jij? Ja. Ja? Nee, natuurlijk niet. Wie mag ik? Weet je hoe duur het is tegenwoordig? Dat is abnormaal. Abnormaal? Ja. Moet even Nederlands praten, anders verstaan de mensen je niet hoor. Er komen hier ook mensen uit Limburg en uit het Westen, dus Bedankt. Ja, wat? Je eigenlijk een beetje weet ik veel. Nu ben ik eigenlijk wel benieuwd. Is die Ben aan het kijken? Kijkt Ben naar de livestream? Dat hoop ik niet. Dat vind ik een beetje raar. Met? Ja, heb je het over mij? Nee! Ik voel me aangesproken in dit gesprek. Ik moet even de mute. Dat hoop ik niet voor! Oh, ik voel het toch niet, waar ging het over? Nee, dat wat jij mij in de DM doorstuurde als laatst. Wat? Ja, op Discord. Even kijken. Heb je gisteravond show met Arjen Lubach gezien? Nee, Thomas die is niet kan. Oh, ik moet tanken. Ja. Ja. Sorry, ik ben net zo laat met zeggen. Sorry. Ja, ik moet... Ja. Maar het moet wel echt even. Ik heb cd-sticker erop plakend van de Canada. Patrick, ik niet te begrijpen wat jij zegt. Wat heb jij gedaan vandaag, Elton Tucker? Nou, ik werd om een uur of half één wakker, denk ik. Eerst om 11 uur. Jezus, jij hebt geen leven. Oh, wat een zwaar leven zeg. En, nou, ik leef lekker, werk weer om 12:30 wakker. En toen dacht ik van, even TikTok kijken. Het was ongeveer een uur of 1:30. Toen ging ik eruit. Jezus. En ik heb vandaag echt niks gedaan. Niks. Helemaal niks. Ik heb een, heb een nieuwe chauffeurskaart gekocht. Ja. Nu is chauffeurskaart. Voor in een vrachtwagen. Ja, een chauffeurspas. Rijden. Nou, leuk. Die is verlopen bijna, dus moet je even een nieuwe hebben. I'm coming. Op. Zal ik even voor jou gaan, Kian? Ja, joh. Ik rem wel voor jou. Ja, is heel goed.
hier. En ik knip er zelfs ook nog van jou. Mooi man. Ga ik er even voor. Zo. Nou. Dan gaan we eens even lekker toeren. Toeren met z'n allen. Even kijken hoor. We zijn even een mooie parking. Dat heb je ook. Je hebt, als je in een stad rijdt, zeg maar, heb je ook echt van die, grof gezegd, van die platkop parkeerplaatsen. Ja. Ja, dat zie ik, ja. Dit is ook geen leuke oprit of zo. Nee. Maar dit is ook een beetje platkoppenland natuurlijk. Ja, ja. Ben je richting Polen toe of richting Engeland? In het echt? Ja, allebei. Als ik richting Zweden ga, richting Polen en naar huis, dus richting Engeland, ja. Leuke titel, Thijs. Ja, ja, ik dacht, ik maak het even duidelijk. Oh. Ja. Hij heeft volgens mij over ETS gewoon. Oh. Denk ik. Ja, ik durf niet te zeggen wat voor land we nu zijn. Dat weet Ruben wel. We zitten nu in Kroatië. Dankjewel, Ruben. En we zitten nu in Kroatië. Wat denk je dat goed, Ruben? Ruben. Ja, hè? Nu ga ik ook wel. We hebben die voicemail uitzetten. Net al. Dames en heren, wel wat een duimpje omhoog. Bij de 125.000 likes geef ik Ultusmelten weg. Dus like me graag. Met alle DLC's. Met alle DLC's. Met alles. Met alles alle DLC's van Eurotruck. Alle paint job packs. Alle, ja, alle mappen. Tuning. Alle tuning mappen, packs. Alles. Ik promo's. Alles één keer. Ja, promo's krijgen erbij. 125.000 likes. En dan krijg je alle DLC's, inclusief Eurotruck Simulator 2. En als ik een hele goede bij ben, krijg je ook nog ATS erbij. Ja. Een gamestuur erbij, computer, nou, dan alles. Dan like ik ook wel even, als ik ATS erbij krijg. Nee, je krijgt geen stuur erbij, geen computer. Je krijgt alleen Eurotruck Simulator 2, multiplayer met alle DLC's en ATS krijg je erbij. Dus, 125.000 likes. En Truckers MP, hè? Ja. Die krijgen er ook bij. Ja, maar die is gratis. Ja. Nee, dat is niet leuk om erbij te zeggen. Nee, die krijgen er ook bij. En je krijgt heel veel liefde van Thijs. Ja. Nou, dat moet je niet willen. Bij 125.000 dislikes, nee. Dan krijg je... Nou, die tellen niet meer op. Nee. Oh ja, kut. Oh, ja. YouTube, fix it. YouTube, if you can hear me. Fix the airblocker. I'm Thijs from Holland, ja. Yeah. I'm Thijs from Holland. And I want to gebruik gewoon mijn fucking adblocker, alsjeblieft. Yes, please. Or, if you can add Ideal or PayPal for YouTube Premium. Yes. I will pay that. Also for me. Yeah. But I pay not for Anna Drucker, but for myself. No. No, but we have, Abdullah. Abdullah is gonna pay my YouTube premium. So. So YouTube, if you can hear me and you are watching Anal Trugger. And YouTube, where is my play button? Yes, I miss it. Yes, I wanna have my play button for the streams and that. Yes. YouTube Nederland, als jullie ook meekijken. Ja, YouTube Nederland. Wij hebben geen Google Pay. Wij hebben geen Google, wij zijn Apple. Sorry. Ja, wij zijn Apple. Wij zijn wij Apple zijn bitches. Maar into the Apple. En ja. Ik wil graag een playbutton. Ja. En dan Drucker wil graag een playbutton. Ja. En dan eentje niet net van 100k. Vroeger, weer op de homepage met de livestream. Ja. Toen stonden we elke avond op de homepage. Je stond toen net op mijn homepage. Jullie ja, kunnen ook... Oh, jij geabonneerd op mij bent. Wie zegt dat? Pardon? Ik hou me ook even wijselijk stil. Ik heb tranen in mijn ogen staan. Ik vind het heel heftig. Nee, ja? Je kan kijken hoe lang heftig. Ik geabonneerd ben. Ik ben al pittig lang geabonneerd. Ja, dat is... Volgens mij was dat ooit ergens te zien. Ja, dan moest je gaan scrollen tussen 70.000 mensen. Ik begin er niet aan. Nou, bij de 125.000 likes gaat NL Drucker er wel aan beginnen. Ja, 125.000 toezoek, guys. Gaan we terug!
Oh, die kan niet, er staat ook een kruis. Sukkels. Ben je blind dat je een kruis niet kan zien? Ruben, wacht even. Even de baas ophalen. Nee, ik wacht, dan kan je achter me aanrijden. Nee, geef maar gas. Gas. Jij bent de zon. Jij bent de zee. Hey jongen! Hey alleen zeg jij, wat doet jij nou? Ja, Dolo, daar. Allee, Kian! Kering, waarom heb ik hier iemand die in mijn vriend zit? In mijn vriendenlijst. In mijn vriend zit? Oké, hey, zoek maar eventjes een repair op hier, met je in je vriend zit, want mijn auto is kapot. Slash fix. Ja, nee, die heb ik net gebruikt. Maar we gaan nu even een rondje rijden, dus op hoop van zegen. Kutbochtenwerk. Oh. Sorry, kindvriendelijk. Ja, nou dat is niet kindvriendelijk. Wij zijn familie lekker. Nee. No, Patrick. Waar zijn je? Nee. Zo succesvol zijn wij niet. Maar wij dan kwaad. Ja, maar ja, wij lichten ook geen mensen op. Dus dan kunnen we het sowieso allebei niet zijn. Ho, ho, ho. Enge punchline. Nee, dat ook zal ik even weghalen, want daar weet ik niks van. Maar wij lichten geen mensen op de kop. Oh, ik bedoel, wij lichten geen mensen op. Ja. Ja. Ja, dat weet ik. Dat kan ik met zekerheid zeggen. Want de mensen krijgen ligt wat ze ons willen krijgen. Als ze abonneren, maar krijgen ze bij 125.000 likes lichten wij jou wel op. Nee, nee. Dus bij de 125.000 likes gaan we dat giveawayen. Dat is gewoon joke. Dat is no joke. Dus begin maar met like, jongens. Er hoeven er ook maar 124.980. Dus het zijn er gewoon oude vrienden. Ja. Opa's, oma's, dat zei je vroeger altijd. Ja. Buurmannen, buurvrouwen, ooms en tantes, gooit in een WhatsApp-groep van school. Misschien ook de zus van Thomas. Ja. Wat? Dat is heel raar wat je nu zegt. Ja. Dit vind ik ook heel ongepast van jou, Thijs. Wat? Ik? Dan ga je toch naar Ben toe? Naar wie? Het is een pikken donker in het spel, dat vind ik een beetje jammer, weet je wel. Ja, het is altijd donker in dat... Je loopt nu rijdt nu de repair voorbij, hè, Thomas? Echt? Ja, we rijden extra hier naartoe voor jou. Ja, maar dat kan je dus niet zien door die kutpompoen-dingetjes. Wat een stom spel, jongen. Die trucjes en dat verpest meer dan wat ze lief is. Ja, maar dat doen ze al jaren. Maar ik zal... Zou je dat ook een promos hebben straks? Dingen niet. Jawel, dat is gewoon van trucjes en maar ja, waarom wil je promos doen als die nieuwe DLC daar nog niks aan is toegevoegd? Jawel, nu wel. Oh ja, opeens. Nou, een paar dingen. Zo, oh mijn god. Ja, cool hoor. Je kon het licht maken toch? Ja, maar niet in de multiplayer. Nee. Nee. Dat Thomas hier wel met zijn naam favoriet. Ik heb wel laatst op TikTok iets gezien, dames en heren. En dat waren tosties met knakworsten en kaas. Toen dacht ik van, dat is wel lekker. Dus dat ik heb dat vanmiddag gemaakt. Nou, dames en heren. Bek. Pak jullie morgen maar even een lekker potje knakworsten. En een lekker plakje kaas. En een tostietje. En een broodje. Want dat is hartstikke lekker. Lekker mayootje. What the fuck? Dat is echt lekker, jongen. Probeer dat maar eens. Pak gewoon nee, want ik lust geen kaas. Dat doe je zonder kaas. Boeien. Boeien, Ruud. Ja, dan kan ik dit... Dan... Oké. Dan is het gewoon broodje knakworst voor mij. Ja, maar dan gewoon... Top. Uit het tussenijzer. Oh, maar dat heb ik sowieso niet. Jij maakt je tosti in de pan, zeker? Ja, zeker. De beste tosti's zijn uit de pan. Volgens mij een strijkijzer, zoals de roofvinkjes. De wie? De roofvinkjes. Precies niemand. Jawel, niks tegen roofvinkjes. Nee, dat klopt. Lekker kooksnuiven en drugs en alcohol. Nee. Lekker in de kliniek zitten. Nee. Wat? Nee, dat is niet leuk om te zeggen. Oh, ja. Maar ja. Ik jou misschien lopen. Oh, je zat er van groot. Ja, dat moest je dus niet doen, Kian. Ben jij mijn vriend voor mij? Hoe ging dat ik ook alweer? Ach ja, je blijft toch wel mijn kind. Ja, mijn vader, dit mijn vriend.
In moeders moet slaven toch van je houden. Ja, mooi. Soms zijn we anders dan gewend. Daar zijn we paarden. Volgens mij iets. Geen idee. Ja. Ja, mooi liedje. Ja. Klopt. Moeten we ons ik hier een parodie van maken? Bij 150.000 likes. Ja. Gaan wij dat ook doen? Ja. Ben jij mijn... Ben jij niet mijn vader, wel mijn vriend? En kom ik je halen... Kijk uit bij Tom, daar staat iemand heel asociaal. Kom ik je halen met tegenwind. En straks krijg jij van mij een kind... Wat? Oh! Dat is een beetje apart. Ja. Hé, hey, alleen Ruben, hè? God, heb ik je naar rechts toe? Gap, Ruben! Dankjewel dat je autist. Nou. Dat mag je natuurlijk niet meer zeggen. Nee. Je bent geen Mogol. Hey. We zijn een kindvriendelijk. West-Balkan DLC, ja. Nee, ik zei het inderdaad even verkeerd. In de TikTok. Jij komt natuurlijk wel TikTok, hè? Nee, Wouter stond net naast ons. Wouter. Ja, maar dan kan hij toch alsnog wel van TikTok komen. Ja, Wouter. Wouter, het klinkt wel echt alsof hij 24/7 op TikTok zit. Nou, even liefde, Thijs. Ik vind jou een beetje hatig. Ja, dan kan er een beetje meer liefde uit je mond komen. Nee. Hey, ik zie een groen bolletje voor ons rijden. Allee, dat is plezant, hè? Dat is mooier, hè? Dan dat moest wat je kan. Oh. Sorry. Dat vind ik een beetje haatdragend, wat je hier doet. Bro, ik haat DHL. Wat zie ik? Lief doen. Kusjes geven aan DHL straks. Ze zeggen dat ze tussen 5:30 en 9:30 komen. En nu 9:10. En ze staan nog steeds aangekomen in jouw regio. Wat? Ja, maar jij woont ook in een wereldstad. Jij woont in New York, gast. Ja, dat klopt. Weet je hoe lang het duurt voordat in jouw zo regio... Dik. Komt hij met een drone bij mijn huis? En kan ja, bij de wolkenkrabber 33A. 33A, hè? Yeah. En, on which floor do you live? 6300. 69? Oh. 69. I'm living on the 123 floor, yeah. Hier, Ander, waar ga jij? 100. 100? Het is 90! Ja! Heb ik je toch gezegd net? Waarom? Ja. Weet je de regels niet? Van nee, de ik weet de regels niet. Dat niet gelezen had. Nee. En dat trucker reed altijd voor. Ruben ja, M. Ruben M. Nee, Kian. Kian reed voorop. Ik heb het al 50 keer voor en dat trucker. Nee, ik heb het al 50 keer gezegd tegen Kian. Nee, maar het is altijd geweest. Je reed al achter en dat trucker. Ja, zeker. Altijd met toestemming. Zeker, ja. Zeker. Nee, maar hij heeft helemaal geen toestemming gegeven. Nee, ik heb nergens toestemming gegeven. Je hebt het gewoon gedaan. Anders kunnen we bij elke berg vol in de ankers. Berg? Ja nou en? Zo goed kan je toch niet rijden? Nee, want je komt er wie is en dan trucker? Hoi, dat ben ik. Ik kom er Lemmerweg. Dus dan mensen uit Lemmerweg, die hebben gewoon een probleem met rijden. Kijk maar naar Brian. Brian is ook met die auto's. Wat zeg jij? Brian is ook iemand in de Discord. Brian Leestra? Nee, dat komt er echt weer. Brian, wie vroeger om? Ruben, oh, dat was echt niet grappig. Ik wel. Hey, mensen zijn bij elkaar gevallen. Me headset? Ja, jullie hij zei het, chat. Hij zei het. Me headset. Hij zei me. Nooit dat ik me zei. Nee. Ik ga het nu terugluisteren. Hey, Thomas, kijk eens in YouTube chat. Hè? Er wordt een belangrijke vraag gesteld in een YouTube chat.
Hoe kan ik Eurotruck spelen? Jij zei... Tablet. Jij zei... Hé, hey, mijn headset is uitgevallen. Nee. Jawel! Jawel! Dat ben ik dan echt terug. Nee, dat ben ik echt terug. Oh, dat vind ik heel erg. Hoe erg. Mijn headset is uitgevallen. Oh my gosh. En wat truckers zei dat. Hoe de fuck wil jij ons helemaal laten rijden, Thomas? We rijden eigenlijk dezelfde weg weer terug. Ja, dat is natuurlijk even niet anders. We moeten toch even kijken hier op. Oh, hoe is het? Lekker keer op. Eén voor een bij het slip blijf ik toch van je houden. Beetje slipgevaar. Maakt niet uit. We zijn wel wat gewend. Met jou? Ja, goed, Froggy. Froggy de Snowman. lekker in het donker, ja. Dat is wel echt super jammer, Marten. Maar we hopen een beetje, het is nou 11:30, dat het straks een beetje licht is. Als we een beetje in het zuiden zijn bij die mooie bergen. Bergpasjes. Hey, Thijs, je nog twee keer gaat, dan ga ik ook gaan. Oh shit. Ja, mol. Kan ik toevallig ook mee doen? Zeker te weten, Froggy, als jij een Eurotruckspater hebt met de West-Balkans, die we trouwens weggeven tijdens bij de 135.000 likes, dan kun je gewoon meespelen. Ja. Zeker. Ja, ik lach als we dat nu gewoon opeens halen. Dat gewoon echt... Oh ja, inderdaad. Ja, dat zou super lachen zijn. Nee. Dat we dadelijk gewoon langs een kruispunt komen en iemand stuurt wat hij live is. Ja, nou dan krijgen we alsnog geen 150.000 likes. Gelukkig doen Jorrit en ik dat wel eens voor de grap. Ik ken het Duisburg en dan krijgt hij er nog steeds geen like bij. Dus op zich, hè? Nee, precies. In voor een tegenspoed. Laat ik toch van. Heel even. Hier heb je denk ik wel van die geheime routes. Ja, moet je goed gaan zoeken. Moet je goed kijken. Ja, dat is donker. Kian, je hebt toch een lampje gekregen? En ogen? Ik heb geen lampjes, ik ben skier. Skier? Oh, dat is niet zo mooi. Germ. Ja. Het is wel een mooi stadje op zich. Stadje. Sorry, ik was daar links aan het kijken, Ruben. Oh, hier is een parking. Ik had het idee dat er een apotheek was of zo. Oh, hier heb je wel een gaar tankstation, dat is wel gaaf. Waar is hier links staan? Ik smijt wel hier naar links toe. Je kan hier naar links. Ja? Ja, naar die rotonde. Ja. Oh. Wat heb ik daaraan? Ik wil daar verderop kijken. Nou, hier verderop is niks meer, Thomas. Nee, maar ik heb het gezien, jullie niet. Karma, bi. Ja, hier zit dat karma op dat ding. Oh, waar kan je hier niet in? Is dat een parkeerplaats? Oh, dat is een parkeerplaats. Ik ben een haba, jullie niet. Dus dat. Maar één tank hier. Oh nee, twee. Huh? Ja, maar aan de andere kant. Andere kant. Dat is geen probleem van mij. Jij begint van boerswees moker AWN te praten, wat hoor ik? Het is 1,68 per liter, dat is het. Oh ja, hier. Dit is gewoon een stemmetje wat jij doet. Jij hebt een masker. Tering, ja. 150 liter, 400 pleuro. Nou, Thomas is doorgereden naar de haven natuurlijk. Goh. Dan draaien wij toch ook om, Ruben? Ja, we gaan er gewoon heen. Ja, Thomas rijdt nu weg. ik sta vast. Even een L gepakt. Dempt, sorry. Goed ik het zeg. Sorry. Oh, je moet... Sorry. Vloggy, dat komt doordat
Of de, bij de 150 tot 1000 likes gaan we de game weggeven. Ja, met alle DLC's. Alles. Van A tot en met B. En van Z tot en met C. Yeah. Nice. Op YouTube ook niet zeker. 150.000 likes, dus like voor je. Ja. Zie je het even in je Discord hoor, waar je op zat. Kan iedereen even liken. En mijn volgende Instagram like. En Snapchat ThomasXLSNLT. Dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. Hè? Ja. Ja. Dat moet je er wel bij. Even rechts kijken, Ruben. Even liken. Nou, gas Ruben, je rijdt een beetje als een slak. Jij wil graag voorop rijden, maar Ja, jongen, jij gaat van toen ik op rechts ben, dus mag je wel drukken. Dat is ook gewoon niets. Doe ik morgen even, we moeten nu vandoor. Werk gaat om 4 uur. Oh. Oh, dat is vervelend. De mijne om 5 uur. Mij om 3 uur. Spreeks. Ja, dus als vanmorgen, ja. Wat? Leuk voor je. Sorry, Ruben. Nee, ik zat uit de collisionzone. Ah, ik denk al. Dat gaat. Oh, shibby. Dat gaat toch niet? Ja, er zit er nog één achter ons die. Ja, dat is een Turk. Ja, dat die moet hier zijn. Ja, en daar hebben we helemaal niks op tegen, natuurlijk. Wat ja, doet hij? Ja, hij zit tegen jou aan. Ja, dat zie ik ook. Hij zit ook tegen aan. Misschien moet je gewoon achteruit gaan. Wat? Ik kan ook echt niks gaan. We moeten wachten. Niet zo doen. Ja, Nou jongens, we gaan weer. Ik rijd wel gewoon voorop Thijs, want ja, ik denk dat het voorop rijden dat het sneller is. Maar het is gewoon een slag. Ja, jongen. Nou, hij heeft weer zijn fame gepakt, dus ja. Ik ben er morgen weer bij de McDonald's personeel aan de eetstafel laten zien van joh, jongens. Ja. Jongens, ik was er weer! Ik was er weer! Kijk, en dat trekker, daar was ik weer! Ruben, wil jij even de containers opruimen straks? Ja, wacht, blijf me een trekker laten zien, collega's! Wat, jongen? Hey. Wil je straks weer de containers schoonmaken? Ja, kom maar dan! Nog één pauze, wacht hem! Wat, jongen? Wat ben je aan het doen dan? Een broezen! Ja. Ah, mooi. Ja. Mooi, Jordi die glorie, hoe is het? Jij bent. Oh nee, jij. Nee. Ik weet al niet. Ruben werkt bij de hamsterverkoop. Verkoop je ook hamsters? Nee. Waarom niet? Vroeger hadden we nog wel dieren in de winkel, maar dat mag niet meer, hè? Waarom niet? Je vergunningen voor nodig. En je hele winkel moet erop aangepast worden. Meen je niet? Ja. Waar dus worden, de pet waar, meestal waar, geen... Als je nou een hamster wil kopen of cavia, waar moet je dan een hamster kopen? Kan dat niet meer bij zo'n winkel? Geen enkel welke of jullie al verkoopt het bijna meer, niet meer, ja. Oh. Waarom heb jij zojuist reclame gemaakt voor de supermarkt waar jij werkt? Ja, oei. Ja. Ik word niet gesponsord, hè, door die zaak. Ja. Nee, maar ik zou... Ik heb toch katten, ik kan wel dus even een sponsoren met kattensoepjes hoor. Ik kan wel even het hoofdkantoor opbellen. Ja. Ja. Met Ruben! Ja. Uit Groningen! Wie? Nee, zo zeg je dat niet in de telefoon. Oh. Ruben wie? Ruben wie vroeg om? Je moet altijd je filiaal zeggen. Die vroeger al. Ja, mooi. Wanneer vroeg je al, mooi. Het is geen supermarkt, bro. Oh, sorry, bro. Oh, je hebt vrienden, Thomas. Zeker. Martin Brands, hè. Ja, Thomas. Is mijn broer. Is je de knolbouwer? Nee, dat heeft niks met knolbouwer te maken. En dit was niet heel slim. Voor mij mag het wel wel licht worden. Ja, eigenlijk ook, worden. Ja. Worden. Hey. Voor mij mag je ook wel liggen worden, jongen. Ja, voor mij mag je ook wel liggen worden, jongen. En anders wat? Ja, dan word ik gewoon boos, jongen. Ja, jongen. Ja, het is hier keihard. Ja. Keihard, maat. Ja.
Oh, Rip Gio, ik hou van hem. Misschien moeten we weer een keertje een reunie doen, Thomas. Nou, misschien moeten we dat niet. Met Sander en... Sander? Gio, Rolf. Ja, Gio en Kevin zijn van harte welkom. Ruben, jij kent ze niet. Nee. Die andere twee... Nee, ja, weet ik niet. Die hoor ik nooit meer, dus... Gio altijd wel. Die vraagt ook wel, nee, dat zijn we nu waar. Nee, maar Gio is best feentje. Onze krullenbol, hè? Heeft hij überhaupt nog krullen? Ja, ja. Hij belde mij toen een keer, nou, het was vorig jaar denk ik, was hij dronken. Hé maat! Hé, wanneer komt jij nou eens een bier drinken hier in Eindhoven, maat? Ja, hij heet dat maat. Ja, en elke 10 seconden zei hij minimaal 10 keer maat. Hey maat, hey maat, ja. Kom jij nou eens zuipen? Ja, ja. Ik zeg, kan wel een keer. Toen was ik er met Guus Meeuwis. Ja, ik ben werken, maat. Kan niet, maat. Ja. Ja. Ik zeg, nou, mooi. Mooi boel weer, hè. Ben ik er? Helemaal aan de andere kant van het land. Ik was ook een keer met Mark. Waren we in het plaatsje waar, in de stad waar Brian woont. Toen vroeg ik ook nog Brian van, kom je, nee. Kom je ook even? En, nee, dat had geen zin. Ja, jongen, staan wij echt gewoon 4 uur verder. Hè? Helemaal gereden, hè? Ik zou precies hetzelfde doen. Nee, joh, dan kom je gewoon even naar buiten. Dan kom je gewoon even aan de gooi zeggen. Ja, net zoals het idee dat... dan ga ik mezelf een beetje spoilen waar ik woon. Nee, trouwens nee. Helemaal niet. Net zoals dat ik toen langs de weg zou staan om jou en Mark even... Ja, maar was je toen, man? Ja, gewoon nog in bed. Yeah. Mark was daar oprecht door teleurgesteld, hè. Hij dacht echt dat ik zou komen. En dat dacht ik zelf ook. Maar toen kreeg ik om 9 uur of zo, 9:30 een berichtje van Mark. Nou, het is nog wel prima. Ja. Mooi, we zijn er bijna. Ja. Mooi. Toen zei ik nog, ik lig in bed. Toen zei hij, wat? Kom gewoon. Ja. Ja. Eenmaal blij om het te zien en dan kom ik niet. Nee. Ik snap Mark wel. Echt. In voor een tegenspoed. Ik kan toch van houden. Het moet even licht worden, hè? Ja, beta. Ja, jammer. Jammer? Ja, ik vind het gewoon jammer. Grozer, ey! In... Voor- en tegenspoed... Spreek toch... nog ver, jongens, naar die stad. Nee, valt mee. Het moet even licht worden, jongens. Het is beta. Hey, Kian. Ben je stil? Ja, mag het eens een keer. Nou ja, normaal praat je altijd heel veel. Ik denk, jij gaat ons doorheen dragen die 2-3 uur. Maar een beetje stil willen hier. Nou, waar willen we het over hebben? Limburg. Nou, je hebt een Limburgse vlaai. Lekker! Je hebt rapper George. Let's go! Rapper George. Ja, leuk feitje. Leuk feitje. Hij woont 7 deuren verderop. Serieus? Ja. Nee joh! Ja. Echt? Oh, dat is tol. Is het een tol? Zijn ma woont daar. Ja, ik zat op mijn telefoon. Ik zag ineens... Ik zit er op mijn telefoon. Zijn ma woont daar en hij heeft wel een eigen huis, maar hij is eigenlijk altijd bij zijn ma. Oh. Heeft hij ook al een keer voor jou geraapt? Nee, ik ben hem wel een keer tegengekomen toen ik met school naar de gymzaal liep en toen heeft hij voor ons geraapt. Ja? Ja. Yo, Kian, ben je in de house? Want je lijkt op Prins Klaus. Jee. Yeah. Maar ik mag niet meer met hem praten. Wat dan?
Nou, voor mijn ouders, omdat er een achterlijke clapdown niet is. Nou. Ja, sorry. Ah, dat kun je niet zeggen. Nou, als je sorry zegt, dan... Lekker Thijs. Ja. En door in deze moment. Nee, er is een beetje een vies peuk hier. Kian Wan. Wanneer? Wat? Oh, jongetje, wat doe je nou? Ik loop er bijna achter. Hey, Thijs, die... ja. Nee, sorry, Thijs die stuurt het leukste aan mij, hoor. Ik kan... What the fuck? In voor een tijd. Hier heb je nog zo'n platkop op parkeerplaats. Oh ja, hier rechts, waar? Yo, gast ouwe. Yo, fucking Martin. Oh, hier links, yes. Druk eens even één keer op F3. Ik denk dat het mooier is in het licht. Maar het is al 1 uur, 's ochtends, dus als het nou even gauw licht wordt. Nee, we zitten niet in Noorwegen, hè? Nee, dat is wel jammer. Maar het is hier ook 16 graden. Het is wel best warm. Warm? Kijk, hier hebben we licht. Ja. Oh, Ruben! Wow! Ik maakte het! Wow! Hey, gozer, wow. Is wel een harde klapper of niet dan, gozer? Oh, enorm! Enorm? Oké. Okay. Je kan zo allemaal, praten. Ik ben ook 2 dingen tegelijk aan het doen, dus ja. Ja, maar dat moet je ook niet. Wat dat is ook niet heel... Wat ben je aan het doen dan? Je telefoon. Op telefoon, ja? Maar ik moet officieel natuurlijk mono gaan rijden. Wat ben je op telefoon aan het doen dan? Vriendin, die stuurt weer van alles aan chat. Ja hoor! Ja. Nou, dat gelooft natuurlijk echt geen hond dat jij een vriendin hebt. Nah, nee, een vriendin zeg ik toch. Luister, je moet prioriteiten stellen, maat. Niemand? Nee, dat kan ik nu natuurlijk allemaal niet zeggen wat ik wil zeggen. Dus... Het is niet mijn vriendin. Oh, dat zeg jij net. Een vriendin zeg ik. Oh, nou, ook dat lijkt me sterk. Nou, nah, het was even lief. Ik zou er met een boog omheen lopen. Nou, wie ga je sorry voor zeggen? Wow. Nee. Thijs, ik kan niet sorry zeggen. Eens van de aantrekken hoor, Ruben. Boy, ik had het niet eens gehoord. Dus ja, ja, ik had het niet gehoord. Nee. Ik hoorde wel wat, maar ik had ook niks gehoord. Thijs, doe even sorry zeggen. Wat? Sorry, je valt weg. Wat zei je? Ja, zeg even sorry. Wat zei je? Je valt deed het weg. Ja. Zeg even sorry, jongen. Ja. Zeg even sorry, jongen. Moet ik je er nu tussen gaan laten, of wat? Ja. Of wat? Of wat? Ja, hij is hier. Hoe ga je doen dan? Kom voorlopig toch nog niet meer aan. Het is goed, Boel Geert. Jij klinkt wel als Boel Geert, maar dan een jonge versie. Ja, Boel. Ja. Boeham, dan kom ik in Brandon. Nee, dat is iemand anders. Dat is Mark. Nee. Mark. Boer, Mark. Peek, wat is het voor kutweg? Nou. Ja, dat gaat top, hè. Ja, we zien hem wel. Waio. Ja, dankjewel, Kia. Hey jongens, willen jullie wel even serieus doen? Want ik ben ook hartstikke serieus. Ik wil dat jullie ook even serieus doen. Nou, ik vloog door de bocht heen. Met me niks uit. Enorm, ja. Enorm. Enorm. Enorm, hij vloog enorm door de bocht. Heb je die drugs goed verstopt in je trailer, Thomas? Oké. Heb ik niet nodig, hè. Ik verdien genoeg geld met de bloemetjes. De bloemetjes. Ja, die hele LZ2 is vol met snijbloem, hoor. Oei. Volle poelen. Gaas, yalla. Gaas. Ja. Ruben! Nou... Wat? Ja. Oké. Okay. Kijzen! Laat, ja, ik zag. Ik vind wel dat je een beetje agressieve jongetjes zijn. Ja. Bijvoorbeeld Thijs en ik. Wij zijn natuurlijk. Ja, wij zijn wel beschaafd. Wij zijn beschaafde, rustige jongens. Maar wij zijn ook iets ouder. Dus ik kom dat met die jaren, dat kan. Nou, iets. Hoe oud zijn jullie, Kian en die anderen? 14. Ik ben niet 14.
Nee, ik ook niet. 15. Ja, is dat geestelijk of mentaal? Thomas. Dat je 14 bent. Ja, Thomas, ik ben gezakt, hè. Waarvoor? Nee! Ja. Voor je auto tegenin. Dat was jij. Ik zat vanmiddag te denken, wie was dat nou? Oh, meen je niet? Wat zonde, hè? Hoeveel fout had je? Eén. Kian. Eén te veel. Ah nee, maar je hebt ook niet geleerd gisteravond, hè? Jawel, zeker wel. Ja, 5 minuten. Nee, ik heb anderhalf uur in bad gezeten, zitten te leren. In bad gezeten? Zitten te leren. Moesten we rechts of linksaf? Linksaf. Waarom in bad? Moesten we echt linksaf? Nee, rechts. Nee. Waarom deed je dat in bad? Ben je dan niet bang dat je boek erin valt? Van mijn boek, en het gaat allemaal via de telefoon op. Ben je dan niet bang dat je telefoon in het water valt? Nee. Oké. Ik heb geld gehad. Oké. In dat geval heb ik nog wel een linkje voor jou. Nee, ik heb de vorige keer al gedoneerd. Oké. Gedoneerd? Ja. Ja, nou, ik bedoel het Discord-linkje, hoor. Oh. Maar in die Discord zit ik toch al? Ja, dat is een andere Discord. Oh, wat van Discord? En dat is ook een privé. Tikkie stream Discord. Oh. Oh, moeten wij? Pas op bij ons remmen. Knap hoor, hier. In voor en tegen. Kunnen we hier ook omheen rijden? Wat heb je nou weer gedaan, Kian? Kindelfunt was calling me, Ik snee iemand verloren dat we niet boogt. Hallo, we moeten achteruit, man. Sorry. Ik kan geband worden. Kindelfunt was calling me. In voor en tegen is goed. En Thomas is wel aan het proberen, maar niet heel slecht. Nou, wil niet. Kon niemand zeggen dat er een tegenligger kwam? Nee, ik kan zelf er ook wel kijken. Ja. Nee. Nee. Nee, tuurlijk kan je dat weer niet. Niet een bril. Heb je een bril? Niks tegen mij, Thijs. Heb je een coma gezien? Ja. Oh! Elke dag, ik doe tenminste wel mijn haar. Oh! Ik doe fucking haar, ja, stop bij. Als je bij de volgende komt, dan staat. Het let wel. Ja, het staat midden. Ja, kom er niet eens op. Ik voel een Thijs. Ik ben agressief voor dit spel. Ik gisteren ook. Was je gisteren agressief? Ja. Wat heb ik gisteren allemaal gedaan dan? Hoi Kian. Hey, Wat doe jij? Ja. Ik ben niet Ruben, hè? Of zo. Die even lekker kan buiken. Ik ga jou reporten. Ben je dat nou? Misschien. Oh, dat is de achteruit. In voor en tegenspoed, blijf ik toeval. Ga weg. Wie de fuck zit hier ook zo van? Nou, wie is dat? What the fuck? Wat is dat? Geef gas, Kian, geef gas, geef gas. Nee, ik sta vast in de grond. Ja, doe F7. What the fuck? Ik rij uit dat ding. Ja. Thomas, hè. Ja, is goed. Thomas, hij staat al door mij. Ja, ik heb gezegd, you can't park there, mate. Luister, hij stond recht voor die uitgang. Ja, heb ik wel gezien. Jongen, ik ben toch niet blind? En nee, I just spawned. Nee, ik tikte hier daarheen, teringleider. Nou, wat een gescheld deze avond. Ja, ik ben even adem in, adem uit. In de bos. Sorry. Yo gast ouwe, 18 plus. Niks 18 plus hier aan. We hebben toch gewoon onze kleren aan. Dus dat is 18 plus in deze team.
Jordi, dat mag je alleen als je 18 bent. Anders mag het niet, jongen. Of toestemming hebt van je ouders. Of begeleiders. Ik hier als verzorgers. En bedankt. Vindt jullie ook allemaal heel aardig? Nee, ik vind jou niet aardig. Nee, je hoeft mij niet aardig te vinden, hoor. Nee, vind ik ook niet. Wel. Voor jou weer iemand anders. Oh, dit is vet glad, deze weg. Ja, ik zie het. Man, joh! Het is hier echt glad, jongen, deze weg. Oh, dan komt er tegen liggen aan. Oh, kut. Serieus? Ja, pas op, pas op. Oh! Ik remde maar. Ik denk, anders gaat het echt helemaal fout, jongen. Ik weet niet wat met deze weg is, maar... Het is echt glad. Dat was Ruben ook, man. Waarom? Voor mij zegt hij dat we nog 700 kilometer moeten rijden. Ja, dan heb je die waypoints waarschijnlijk een beetje raar neergezet. Waardoor je heen en weer wordt gestuurd nu. Pieter. Nou, het is nou 2 uur, dus het zal binnenkort wel weer licht worden. Ik moet wel dat feest slingen dat je elke kant op hier. Ja, vooral die hanger erachteraan, ja. Ja. In voor- en tegenspoed. Dus. Waar ben jij? Wie ook, hè? Zing voor mij. Ik rij vooraan. Hoe kan dat? Je zat net achter mij. Ah nee, wat heb je dat gedaan? Hij is tegen verkeer ingegaan. Gegaan. Oh. Dat is niet je stond van bedrijfd aan nou weer. Is dat een mooi bedrijf? Nee. Oh. Nou, je hebt wel een wegbrug. Oh, dat is Het is een bouwplaats. Oh ja. Of een... iets wat nog moet gemaakt worden. Ik moet hem in nou, die loods parkeren. Nee, het is een bouwplaats, hè. Echt? Ik moet hem hier in die loods parkeren. Ruben, ook zo te zien, of niet? Ja, ik ook. Middelste. Ja, dan ga jij maar eerst. Oh, ik ook. Moet jij ook middelste, Jan? Kunnen we hier ook in bewegen? Moet je hem ook in die middelste neerzetten, Thomas? Ja, waar jij, waar Ruben nu heen gaat, ja. Ja, allemaal middelste dus. Als ik in de rij aansluiten. Het viel eigenlijk ook wat te verwachten, want er staat een heftruck in de tweede. En een shovel. Nee, dat is een heftruck. Dat zijn wel leuke bedrijven als je met de dieplader bent. Er staat een heftruck hoor, in die garage naast mij. Oh mijn god, ik voel me helemaal thuis. Een shovel, shovel. Wat zei je? Maar achter staat een shovel. Ja, dat klopt. De paard is die. Wat ben jij nu allemaal aan doen? Toeristische route nemen, Thomas? Ja, ik zet hem er zo maar even goed voor. Ruben moet er eens uitgaan met zijn big scar. Ja. Oh, een beetje lek hier ook. Ja, dat merk ik. Doe de camera wel even zo. Voor mij staat er in die tweede geen F-truc nog. Wat zei je? Bij mij staat in die tweede geen F-truc. Als jij, zoals je nu staat, dan diegene loods links van je. Nee, daar staat hij niet bij mij. Ja, bij mij staat er een F-truc. Wat om als je kan. Ja, ben ik? Ja. Gaat die Albo niet? Weet niet. Niks gewerkt.
hier extra gewicht voor je bent. Wanneer ga je van je AZV dan, Thomas? Februari, Marie. Oh. Je past nog niet eens helemaal in, of wel? Weet je niet, ik laat hem gewoon zo staan. Hij is groen, dus dan vind ik het altijd wel prima. Oh, Abbo rijdt gewoon weg. Abbo rijdt weg. Gaan we nog een ritje doen, kijken waar we naartoe gaan. We hebben hier dat blije pooi of zo, zien jullie dat? Ja. Als we nou eens vanaf hier naar dat bedrijf daar nog gaan, naar die CRNO. Even kijken hoor. Ik heb de waypoint gezet. Of je hebt er twee, Thomas. Heb je die over in die berg of in het stadje? Oh. De Bajelo Pooien en dan de CRN. Ja, weet ik veel welke dat is. Ja, je hebt er eentje waar de naam staat en eentje net buiten. Ja, welke is dichterbij hier vanaf de weg? Want... Ja, die andere die is leuker, want dat is... Ja, maar welke, 200... is, ja, maar welke is dichterbij? Beide even ver. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat is wel waar. Nee, dat is niet waar. Nou, daar zit 50 kilometer verschil in. Maar bij de andere heb je een kronkelweg en berg omhoog. En bij de andere ga je gewoon een standaard stadje nemen. 20 en deze is 156. 220 en deze is... Ja, dan moeten we die van 220. Waar die, zeg maar, buiten de stad. Ja. Dus dat is de tweede. Er staat long distance, of land distance staat 226, dus die moet je even aanklikken. Oh wow, ik rij met mijn trekker tussen de dingen in. Oh, je kan hier zelf wel wegen. Ja. Daar liggen wegen 17 ton. Ja? Ja. Even kijken, waar is de laadplek dan? En je wilt vanaf hier gaan? Ja, vanaf hier. Naar het bedrijf. Hopen dat die sticht daar ook weer. Nee. Zo, zijn er nog mensen in de stream wakker in de chat? Laat je even horen voor Thijs. Thijs. Oh, trek zo mijn stekker eruit. Ruben, heb je al een ritje? Nee, die ga ik nu pakken. Ik moet dadelijk even onderlopen voor mijn telefoon laden. Dus als jullie even kunnen wachten. Nee. Dat is één minuutje. Hoe lang duurt dat? Een minuutje. Dat is naar onder en naar boven. Dan ben ik er weer. Oké, vooruit. Oké, joep. Waar kun je zelf wegen dan? Recht voor je neus, waar je net stond. En waar staat die meter dan?
Hier, recht voor mijn neus. Wacht even, kom eraan, kom eraan. En waar staat die laadmeter dan? Hoe zwaar je bent? Ja, die krijg je gewoon in je scherm, in je game te zien. Nee, ik zie dat niet hoor. Hoe moet ik staan dan? Hey. Ik krijg hier gewoon scherm als ik hier sta. In een tab. Ja. Ja, ik denk dat je te lang bent, daarom. Jemig, wat slaat dat nou weer op? Ik denk dat ze geen LZ2 accepteren. Accepteren. Stom zeg. Ja. Goed. Kian. Alsjeblieft. Kian duurt lang. Kijk aan. Kian, nee. Ben ik er weer? Anne, Kian. Anne. Hoe is het? Ja, goed hè. Mooi. Voor en deelspoed. Nou jongens, gaan we dit ritje even doen? Huppatee. Met een gangetje Albo. Albo Dennis. Dennis, kom je ook weer een keer op Discord? Ja, we zijn toch een keer op Discord gekomen, Albo. Albootje. In voor en deelspoed. Toch van je houden. Oh. Tijd dat je wel eens komt, dus. Het is echt lang geleden, ja. Dennis, kom straks even naar de stream van Discord, of gezellig. Dat is wel even gezellig. Morgen, Tigo Lewis. Hoe is het? Ik hoor een lebbei. Melko de Cox, zeker. Zeker, even speciaal voor jou gescout. Ja, Lemberg. Lemberg. We hebben gezet in onze sollicitatiebrief van we willen gaan naar Limburg met een Limburgs accent. Nou, daar heeft Kian heeft zijn motivatiebrief gestuurd. Nou, NLT/motivatiebrief. Die heb ik net in mijn tas gehad. Hij heeft ze net in zijn tas gehad. En nee. Papa! Nee, niet papa. We vragen hier om de. Papa! Gelijk muten. Zwak hoor.
Alleen op de papa. Grote waffel. Maar als papa er is, dan is het geleed mute, hè? Papa? Ah nee. Papa, nou hebben ze je ook gehoord op de Discord. De livestream mag niet weten dat ik onder de plak zit van papa. Nou ja, iedereen wil naar zijn of haar papa moet luisteren. Thijs, hey. Huh? Ja, ik denk dat iedereen gewoon naar zijn of haar papa moet luisteren. Ja. Thijs. Luister jij wel eens naar je vader vroeger? Altijd, jij dan Thijs? Echt? Ik had helemaal geen oren. Ja. Soms keek ik al in de spiegel. En nou luister je naar je vader! Toen dacht ik, oh nee, maar dat kan helemaal niet. Helaas, hè? Helaas. Helaas, pindakaas. Vooral altijd mijn vader in de wind. Invoer in het leven. Halen. Nou, dames. Ik ga er heerlijk vandoor. Nee! De gezelligheid gaat nu weg. Het spijt me. In woorden tegenzoet. Ja, maar... Nou, come on. Dag allemaal. Waar is iedereen? Dag, chat. Zeg even dag, want dan... Hè? Ja, zeg even allemaal dag in de chat. Dag, Thijs. Dag. Ja, wat gaan we nu zingen? Thijs. Dag Thijs. Hey, wacht even, ik wil gelijk even ingrijpen. Martin, ik heb geen idee wie de fuck je bent. Waarom zeg je bro tegen mij? Heel cringe. Nou, later Thomas, ja, bro. Dan hebben gelukkig twee mensen dag gezegd. Ja, dus je bent goed liefd. Je bent goed liefd. Doeg Thijs, doeg. Dat oh, wat een lieve chat zeg van die Thijs. Oké, later schat. Yeah. Kian, heb je ook GTA? Ja. Dan is het ons laatste ritje en dan denk ik dat we daarna even GTA gaan doen. Ruben M heeft dat ook wel. Nope. Heb ik niet gedownload. Oh. Kian, zullen we straks GTA doen? Jo. Weet je net even strippen van je vader? Nee, ik ben twee dagen bij mam geweest en ik had ook flesjes van bij hun en mijn stiefmoeder die wil heel graag per se al die flesjes terug hier. Hoezo? Ja, het staat zich geld, hè. Oh. Even GTA. Zo speel ik altijd GTA. Ja, nee, rij jij maar even. Ga ik even wat eten. Ja. Scope het. Stiefmoeder, vraagteken. Nee, Thijs, doe even normaal, maat. 65 jaar, hoop. Klopt. Thomas, ik ben serieus. Hè? Het klopt echt. Echt? Ja. Hoe oud is je vader? Bijna 50. Echt? Ja. Oh, dat is geen... Ja. En nu ben je stellen. Ja, dat is geen flex. Nee, zeker niet. Ruben, schelen jouw ouders veel qua leeftijd? Nee. Nee, maar mijn moeder en mijn vader ook niet. Oh, alleen die... Mijn stiefmoeder. Ja, naar... grandmother. Is dat met pensioen dan? Nee, ze heeft een eigen bedrijf. Oh. Dan snap ik het wel, van je vader, ja. Die is gewoon vrachtwagenchauffeur hoor, die is toch nog thuis. Oh. Wat voor auto rijdt hij dan? Een DAF. Oh ja. Maar daar hebben we gisteren over gehad. Ja. En waar werk je voor dan, Kian? Bij Collega Rental en Sales.
Die blauwe auto's, die hebben ze bij jullie ook al op de trein staan, Ruben. Ja, dat klopt. Dat klopt. Waar ja, ze niet staan. Ja, overal wij, wel. Overal wij hebben een filiaal in Groningen. Ja, klopt. Dus één filiaal bij Ruben op de industrietrein. Dus die heb ik wel zien staan vanaf de snelweg. Ja, die... Ja. Dacht dat, ik van, misschien is Ruben daar ook wel, op Strols. Dat is het kleinste filiaal van ons. Oh. Nou, nee, dat kan wel. Ivoren tegen. We hebben er eentje in Denemarken, we hebben er eentje in Oostenrijk. Denemarken? Ja. In Odense, of hoe zeg je dat? Odense. Ja. Odense. Die hebben we nu ongeveer een jaartje. Oké. Okay. Daar rijden nu vier wagens. Jij bent ook mede eigenaar of hoe dat zo? Nee, ik werk daar. Je werkt er? Ik werk daar ook, ja. Oké, okay, ah nee. Hey, ga even rijden of zo, joh, slak. Ja, ik moet langs de repair, want mijn auto is nog kapot van die tunnels. Slash. Ja, dat doe ik, nee, dat doe ik straks wel. Hey, doe nummer 1. Ik heb geen zin dat ding uitvalt als ik erachter zit. Laten we lief zijn voor elkaar in deze leuke, mooie planeetwereld. Ja, zo is dat. Lief zijn voor elkaar. Gezellig doen met elkaar. Nee, mijn ma vond dat niet zo leuk dat ik weer zakte op één fout. Ja, je stiefma, oma of nee, mijn normale ma. Zei ze dan? Nou, dit is zeg maar de derde keer dat ik zak op één fout. Wat zei ze toen? Ja, dat vond ze niet zo leuk. En oh, lieverd, volgende keer zelf betalen. Nee, dat heb ik al die tijd al moeten doen. Oh, maar dan was ik wel beter gaan leren als ik jou was. Nou, maar ik leer dus ook. Ik bedoel, ik heb zo'n theorieboek, ik heb die sites, ik heb mijn... Heb je ook zo'n vragending online? Ja, die heb ik welke gedaan. Welke vraag zak je op dan? Ja, je krijgt dus niet te zien waarop je zakt, op welke vraag. Je krijgt alleen op welk onderdeel. En welk onderdeel? Inzicht. Is dat die dat je binnen zoveel seconden moet? Nee, ja. Dat is gevaarsherkenning. Oh ja. Gevaarsherkenning haal ik eigenlijk altijd met 3 fout, waar je er 12 mag hebben. Ja. Oké. Okay. Ja, daar heb je Nick. Corporal Nick het afbouwen. Dames en heren in de chat, als jullie wat tegen Nick willen zeggen, eerst Corporal ervoor zeggen. Want Nick die is tegenwoordig in het leger, dus je moet wel even serieus met hem omgaan, want anders is het janken. Hop, we zijn hierin. Corporal Nick, welkom. Hey, hallo, goeiedag. Hallo. Goeiedag. Kameraads, nee, Corporal. Corporaal Nick, hoe is het dan, jongen? Corporaal Nick. Nou, ik moet wel serieus aangesproken worden. Nou, Nicker, hoe is het met je? Ja, goed. Ja, dat is serieus. Wie zit er achter mij? Oh. Ik ben hier gewoon met 110 naar boven het knallen gast. Gaan we omhoog? Ik ga naar beneden hoor, nog. Ik ga nu ook weer naar beneden. Ze gaan achter ons? Ja, ik rijd achter ons. Ik moest even stoppen aangezien de papa kwam. Oh ja. Scheisse, tering, tiet, ik zit over de vangrail. Wat zei je vader nou over je eenvoud? Volgende keer beter, hè. Oh. Voor de derde keer. Dit is niet zo moeilijk, dus. Nee. Maar hij moet uit de theorie-toppers betalen, maar dat weet hij alleen nog niet. Ja, maar wanneer kun je nou weer dan? Hoeveel weken is het daartussen? Nou, 6 november. Ik heb hem al ingepland. Oké. Okay. Dat is best spannend dus. Zipline hebben ze hier. Nou, weet je wat het is? Ik moet hem wel hebben, want ik heb mijn leskader al af voor mijn rijbewijs. En ik kan rijden. Het enige nadeel is... ik heb mijn theorie nog niet. Want eigenlijk had ik mijn tussentijdse toets al moeten doen.
leuk feitje, de thumbnail foto heb ik hier gemaakt bij deze zipline. Ben je hier al geweest dan? Ja, alleen even om de foto te maken hoor. Voor de rest heb ik hier nog niks gereden of gezien. Maar ik vind het echt super jammer dat het weer donker is. Ja, het wordt nu juist licht nu jij wordt gaan stoppen. Ja, misschien moet het dan toch even doorgaan. Maar ik wil ook wel graag even GTA doen. Ja, ik wil net zeggen, ik heb eigenlijk geen zin meer. Nee, dus is wel een leuk stadje hier. Ja, we gaan gewoon na de ritje stoppen. En als ik dan morgen nog vrij ben, gaan we morgenavond gaan we weer verder, ja? Ja, welke dag is het morgen? Woensdag. Woensdag. Oh ja, dan kan ik ook nog wel meedoen. Oh. Sorry. En door en tegen. Bessie. Mike! Ja, la 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 la. Grachtbal. Mike Kuipers, dankjewel voor jou 3 euro. En hij schrijft hier weer 2 euro voor een broodje. Bal. Groetjes de jongen van Truxo. Dankjewel Mike Kuipers voor jouw 3 euro. Of er is iets met het doneren fout gegaan of iets met jouw tekstberichtje. Maar het is een euro te veel, hè? Dan. Ja, dankjewel jongen. Ik ga er dan een lekker broodje bal van halen. Of een lekkere, super lekkere. Ja, nou, is, tegenwoordig... Is zelfs in Zweden niet zo tering duur? Weet niet, in Zweden heb ik nog nooit een bal gehad. Maar bij ons, bij de zaak, hebben ze tegenwoordig een truckstop. En die truckstop, daar liggen dus tegenwoordig ook ballen in de pan. Dus dat kost dan 3 euro. Dus dan kan ik nu, kan ik morgen kan ik naar de zaak gaan, kan ik daar een bal halen. Kan ik even een tikje sturen en dan kan ik even een balletje van jou 3 euro halen, Mike. Dus super bedankt. Lekker. 3 euro, joh? Ja, vieze afzet. In België betalen we 6. Ja, maar oh, echt. Is dat goedkoop? Ja. Oh. 3 is net, echt. Ik wou net zeggen, ik vind het ook duur, maar sorry. Als je dadelijk terugrijdt, Thomas, heb je een hele mooie zonsondergang. Alles wordt zons duur. Ja, bij mij, hier in het noorden zeggen we zonsopgang. Ja, hier maar niet ook, uit, hoor. Even, dus, hebben ze het is wel een leuk bedrijf. Kun je er even blijven staan? Dan kan ik even rustig in. Nee, maar ik ben dan naar achteren. Oh. Nou, dankjewel. Daar kwam ik ook net achter. Ik moet hem hier ook hebben. Waar ik moet, of? Nee, ik moet hem wel rieken. In voor en tegenspoed. Oh, hier stond volgens mij iemand om ons te wachten om met ons mee te rijden. Ja, klopt. Ik zou dat. Ja. Wie dan? Luc. Echt? Luc TV. Ah. En dan kunnen we het ook nog wel een klein ritje doen. Ja. Nee, ik wil ook GTA, ja, maar jullie doen. Oh. En ik wil ook GTA doen. Ja. Het is 9:15. Mooie tijd om GTA te spelen. Ja, er typt toch niemand in de chat. Oh, Bassie en Nui heeft dat wel gezegd. Dan ga je niet zo goed met je webcam, hè? Nou ja, niet zo goed met mijn wipcar, er is hier gewoon geen ruimte. Nee, dat klopt. Je had hem net moeten zien, maar op een stukje weg. Die, heb je as omhoog dan? Ja. Die kar vloog elke kant op. Ja. Een stukje glad weggedekt. Dat vond hij niet zo leuk. Kijk, ik zit hier, zit ik er tegenaan ofzo, terwijl het helemaal nergens op slaat. Zie je dat? Ja. Net als stukje wat ik nodig heb om het om de hoek te geven. Dan denk ik dat je toch over de. Ja, oh echt? Ga maar GTA, ik was hier een toegang voor mijn opdracht. Oké, okay, Luc, nee, is goed. Kijk, dat vinden we aardig, Luc. Ja hoor. Kom we ook eens van die luie truckersstoel af. Lui? Nou, dat is lekker krap, hè, Thomas? Ja, ik heb hem doorgedrukt. Je zit dan tegen die werklambaan. Je had hem beter over de verkeerde kam moeten. Ja. Je gaat echt centimeter eigenlijk langs die lamp af. Ja, ik ga even van deze kant. Wacht, dan schiet ik even achter je langs. Moet je hier ook staan? Jezus. Nee, ik moet ja, dat lukt wel. Ik kan nog gewoon door me heen rijden. Ah ja. Ik wil er hier naar zetten. In voor en tegen. Was ik daar nog tussen, Ruben? Tussen? Het zou op zich kunnen.
Wacht, als je nou een seconde hebt, dan druk ik hem zo ver mogelijk naar rechts. Oeh, dan druk ik wel. Doet hij even. Ja. We kunnen hem ook hier buiten het trein neerzetten, heb je ook een parkeerplaats. Nee, maar kom er maar, je kan er wel tussen nu. Ja, maar waar gaat Thomas staan? Hier. Ja. Oh, ik kan niet raken. Mooi, Anne! Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze livestream. Het was een livestream van een kleine 2 uurtjes in de nieuwe DLC, de West-Balkans. Voor de mensen die graag zometeen mee willen doen met GTA, want wij gaan nog even GTA doen. Dat doen we niet op de livestream, doen we gewoon op de Discord. Ik zie jullie even een linkje van de Discord in de chat. Kunnen jullie allemaal even joinen en kunnen jullie gezegd met ons meepraten. Als je GTA hebt, join even. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Volg me even op Instagram, Thomas Extra S. Ik zal het even typen. NLT, Insta en Snapchat. Dan hoop ik jullie allemaal morgenavond weer te zien bij een nieuwe livestream. Morgenavond is niet zeker. Join daarvoor ook even de Discord. Dan krijg je een melding als we weer live zijn. Of abonneer even natuurlijk. Like even. Als ik morgen weer moet werken, ben ik er niet. Als ik morgen vrij ben, ben ik er waarschijnlijk wel. Dus misschien tot dan. Slaap lekker. Ciao. Hoi. Ciao. Ciao. Hoi. Hey.